Jelle Visser is verslaggever van Eén Vandaag, de actualiteitenrubriek op deze zender. Op 9 februari moet hij en zijn collega Jan Ponsen voor de Duitse rechter verschijnen. Omdat jullie oorlogsmisdadiger Heinrich Boeren hebben gefilmd. Dat hebben jullie gedaan met een verborgen camera. Hij wist ook niet dat hij gefilmd werd. Het gaat om het beeld wat we nu even gaan bekijken. Goedemiddag, meneer Boeren. Heeft u er spijt van wat er allemaal is gebeurd, van wat u heeft gedaan? Dat is zeker niet. Dat is al waar je alles blut zit. Als soldaat moest je dat maken. Niet bevelen is bevelen. Oorlog, dan kan ik niet meer houden. Wist u niet dat het onschuldige mannen waren? Wat die opfer. Die hebben alles gemaakt. Die hebben het zo fertig gemaakt in die Ausbildung, dat we niet meer wisten. Nur nog wat die zagen. Schluss. Aus. Ja. Ja, dit is hem. Je hebt hem dit gefilmd, Jelle, wanneer? In 2009, geloof ik. Ja. September 2009. Bij hem thuis? Bij hem thuis in het bejaardentehuis in Eschweiler, samen met mijn compaan Jan Ponsen. Ja. Waarom niet gewoon met de camera naar binnen eigenlijk? Dat was onmogelijk. Dat wilde hij niet? Dat wilde hij niet, nee. En dat wilde het bejaardentehuis ook niet. Tuurlijk, dat had onze voorkeur. We hebben hem brieven geschreven, we hebben hem gebeld. De telefoon werd erop gegooid, brieven werden niet beantwoord. Afspraken werden afgezegd en toen hebben wij besloten, ja, dan maar met een verborgen camera. Als wij er met een grote, gewone camera naar binnen zouden gaan, die grote die jullie hier ook hebben, dan waren we eruit geknuppeld. Wat was de noodzaak om hem te filmen? Heinrich Boeren is een van de laatste nog levende Nederlandse oorlogsmisdadigers. Was lid van de Waffen-SS, was lid van een doodseskader, heeft minstens 3 onschuldige Nederlanders vermoord. Was infiltrant voor de Sicherheitsdienst in Helden-Panningen, een klein dorpje vlakbij Venlo. Heeft daar 60 mensen verraden. 7 mensen zijn omgekomen in een concentratiekamp. Heinrich Boeren is gepakt na de Tweede Wereldoorlog, maar vluchtte naar Duitsland. Hij heeft meer dan 60 jaar in Duitsland, 15 kilometer van Maastricht in Eschweiler, in volledige vrijheid gewoond. De Duitsers hebben het altijd verdomd om hem aan te pakken, om hem uit te leveren, om hem te vervolgen. En dus zeiden wij, dit is een interessant verhaal, want er zijn nog steeds familieleden van slachtoffers in leven en de zaak Heinrich Boeren is nog steeds niet gesloten. Het is nog steeds een open hoofdstuk, een open boek. We gaan straks kijken naar beelden van Boeren in zijn minder geslaagde tijd en een beetje een historisch portretje gemaakt. Maar de vraag is toch, heeft zo'n man, wat hij ook gedaan heeft, ook het recht om niet gefilmd te worden als hij daar geen zin in heeft? Nou ja, daar zal de Duitse rechter dan over moeten oordelen. Geef eens je eigen. Nou, dus je wil iemand filmen die in jouw oog iets totaal verkeerds heeft gedaan. Maar die man heeft daar nou even geen zin in om gefilmd te worden. Ja. En die zegt, nee meneer, blijft u maar lekker buiten staan. Ja. Maar goed, de journalistiek heeft een algemeen maatschappelijk belang. En dit verhaal, zeiden wij, en met ons de Raad voor de Journalistiek, is zo belangrijk, dit moet verteld worden. Nogmaals, het is een van de laatste nog levende. Het is een historisch document. Ja, daar komen we straks terug. Het gaat mij even om de centrale vraag. Heeft iemand, ook al is hij oorlogsmisdadiger, het recht om niet gefilmd te worden als hij dat niet wil? Volgens de wet wel, hè? Volgens de Duitse wet. Volgens de Duitse wet wel. Wist je dat? Nee, niet dat het zo strikt zou zijn. Dat hebben wij ons niet gerealiseerd. Want als je dat had geweten, hadden we het gedaan? Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat we het wel nog wel hadden gedaan. Hadden dus we misschien goed, dan blijft nog dus iets de vraag beter over nagedacht. Maar dan heb je dus bewust de wet overtreden. Nou ja, wij zeggen het maatschappelijk belang is groter dan de privacy van Heinrich Boer. Dat maatschappelijk belang, hè? Ja, om het even goed te begrijpen. Want de feiten die deze man heeft gepleegd zijn geloof ik onbetwist. En daar heb je hem niet per se voor nodig. Dus wat was het belang? Was het belang om te laten zien dat deze man nog altijd vrij leeft, terwijl hij dit gedaan heeft? Was dat het? Het is een open wond. De familie Bignese, de familie De Groot. Slachtoffers van mensen die dus hun vader verloren zijn. Ja. Of hun grootvader of hun oom, noem het allemaal maar op. Ze hebben geprobeerd om contact met hem te zoeken. Ze hebben hem brieven geschreven. Ze hebben hem geprobeerd te bellen. Hij heeft nooit iets laten horen. Hij heeft nooit een sorry gezegd. Hij heeft nooit iets willen zeggen. Behalve dan in een documentaire in 2000... Maar daar ging hij zo, eigenlijk schalks trad hij daar op. Hij vertelde hoe hij ze dus neerknalde. Die documentaire heeft alleen maar meer kwaad bloed gezet en meer vragen opgeworpen. En daarom dat wij zeiden,
dit is een interessant verhaal. En de nabestaanden van de slachtoffers doen we er een grote dienst mee. Zullen we even kijken naar beelden van boeren van destijds? Heinrich Boeren wordt als SS'er in 1944 lid van een doods-eskader dat Nederlanders vermoordt die als anti-Duits bekend staan. Hij zou minstens 3 mensen hebben doodgeschoten in de zogeheten actie Silbertanne. Hij gehörte mit zu den barbarischen Nationalsozialisten, denen also nichts heilig war und denen also das Leben also von Menschen egal war und die also zur Erreichung ihrer Ziele einfach jeden Terror mitgetragen haben. Boeren infiltreert ook als onderduiker in het Limburgse Helden. Door zijn verraad worden bij een razzia 60 mensen gearresteerd. Er komen 7 mensen om, waarvan 5 in concentratiekampen. Na de oorlog wordt Boeren opgepakt, maar hij ontsnapt uit de gevangenis en vlucht naar het Duitse Eschweiler. Maar Duitsland weigert hem uit te leveren. In 2010 veroordeelt de Duitse rechter hem alsnog tot een levenslange gevangenisstraf wegens de Silbertannenmoorden. Ja, dat 2010, dat is dus nadat je hem gesproken hebt. Al die tijd leefde hij dus in vrijheid, zoals je net zei. Wat is er gebeurd waardoor de Duitse justitie uiteindelijk hem toch voor het gerecht heeft gedaagd en veroordeeld? Een ander officier van justitie. Iemand die zei, nee, we moeten wel rekening houden met de Nederlandse sentimenten en met de gevoelens van de slachtoffers. Heb je het idee dat jouw reportage of jullie reportage daar aan bijgedragen heeft? Ja, dat denk ik wel. Ik weet het zeker. En ik weet ook dat de familie Bignese en de familie De Groot erg blij waren met ons verhaal en de vele reportages die Jan en ik hebben gemaakt. Omdat het namelijk de zaak op de agenda zette, omdat er ook een soort druk ontstond om er iets aan te doen. Want dit is niet een onschuldige oude heer. Nee, dat van is 90. Helemaal duidelijk geworden, Jelle. Helemaal geen probleem. Ja. De vraag is de man zo'n grote schoft dat een aantal rechten hem, zoals dat van privacy, kan worden ontnomen? Wat vind jij daarvan, Jorik? Oh, ik vind het verschrikkelijk moeilijk. Als je hem zo ziet, dan... Ja, het is natuurlijk heel erg... Weet je, de recht op privacy is van enorm... Ik heb helemaal geen bal erover te zeggen, sorry. Nee, ik vind het heel erg moeilijk. Hoe moeilijk het is. Ja, omdat, weet je, je denkt meteen van, nou ja, hij is veroordeeld daarna. En het is, als je hem ziet, dat is een buitengewoon nare man. Ik zou het niet weten. Jelly? Ja, ik vind het... Ik kan begrijpen dat je dat doet. Dat je dat dan wilt doen. Terwijl ik tegelijkertijd vind dat je recht op privacy niet mag schenden. Ja, maar je bent documentairemaakster. Je zou misschien voor hetzelfde dilemma hebben kunnen staan. Op enig ogenblik. Wat zou je dan gekozen hebben? Ja, ik denk dat ik dat ook... Met alle gevaar, wat jij ook niet wist. Maar dat je er dan wel voor kiest. Ja. Ik vind het hele moeilijke uitspraken. Want het zit op zo'n randje. En ik kan me voorstellen dat als je erin verdiept en je wordt echt daar heel erg door gegrepen en je kent die familieleden van de slachtoffers. Maar het is natuurlijk eigenlijk een ontzettende rare manco in een wet. Maar er is gewoon onrecht aangedaan. Want er is hier een man die niet veroordeeld is, terwijl die wel veroordeeld had moeten worden. Dus het is dat je toch wel een behoorlijk... En even voor alle duidelijkheid. Hij heeft ons voor de Raad voor de Journalistiek gesleept, deze heer. En dat hebben we ook gewoon gewonnen. De Raad heeft geconcludeerd dat wij zijn privacy wel geschonden hebben, maar dat het maatschappelijk belang in deze zaak vele malen groter is dan... Nu is de vraag hoe dat straks in Duitsland wordt gewogen. Nou ja, dat is waar. En die rechtszaak die komt er dus aan. Ja. Dat is sowieso zo. Die is op 9 februari, geloof ik. Hè? Moet je daar naartoe of kun je ook zeggen, nou, bekijk het? Nee, we moeten er wel naartoe. Want het is een strafrechtelijke vervolging. En dat moeten we uitermate serieus nemen. En dat doen we dus ook. Ja, oké, dan gaan jullie daar. Dan zijn jullie daar. Jullie verschijnen in de rechtszaal. Dan zal er natuurlijk op een gegeven moment ook een uitspraak komen. En wat is ongeveer de bandbreedte? Wat kan er maximaal en minimaal geëist worden? En maximaal 3 jaar gevangenisstraf. Juist. En minimaal, ze kunnen ons natuurlijk ook vrijspreken. Ja. Maar wij houden er ernstig rekening mee. Dat zeggen onze Duitse advocaten ook. Dat het misschien wel eens een goede fikse geldboete zal worden. Ja. Ga je die betalen? Nee, die gaan wij niet betalen. En Jan en ik hebben ook al tegen elkaar gezegd van, nou, als het een beetje redelijk is, dan gaan we zitten. Dan gaan we dat doen. Maar... Want wij vinden het principieel... Ja, kijk, we gaan niet 6 maanden in een Duitse gevangenis zitten. Ja, dat, maar dat is een beetje... Okay. Tot hoever gaat je principe? Nou... Geen week? Dat is een goed... Nee, het gaat om het principe. Ja, dat daarom. Is inderdaad dus waar het om gaat. Maar goed, om nou een half jaar in Eschweiler in een gevangenis te gaan dat zitten... Dat dus niet.
In elk geval een paar weken, dat hebben wij gezegd. Een paar weken. Ja. Dat... Tom, wat vind jij ervan, van dat dilemma? Ik vind dat de journalist nu wel aan de goede kant staat. En bijvoorbeeld als iemand bij Jozef Fritzl binnen zou komen en dat filmen. Jozef Fritzl bijvoorbeeld, die Oostenrijker. Dat is ook heel erg... De man die zijn dochters opsloot. De cultuur daar is ook heel erg zeg maar, op de privacy gericht. Maar dat betekent niet dat voor het goede dat een journalist dat niet zou mogen filmen met geborgen camera. Gaan jullie als argument ook gebruiken dat... het belang van de nieuwsgaring. Zeker. En wat natuurlijk ook ontzettend krom is... Duitsland herbergt een heleboel van dit soort lieden. Er zijn er nog twee van Nederlandse makelij in leven. Er is al zo lang sprake dat Nederland vraagt... lever ze uit of vervolg ze. Dat doen ze dus niet. Of daar zijn ze dan nu mee begonnen, eindelijk met Heinrich Boeren... Terwijl als het dan gaat om het vervolgen van twee journalisten... Nou, dan wil je niet weten hoe snel het gaat. Ja. Maar moreel gesproken heb je natuurlijk alle rechten aan je kant. En iedereen hier en alle collega's zullen achter je staan. Dat is het punt niet. Alleen die ene regel in de Duitse wet die zegt... het mag niet. Ja. Daar heb je misschien toch rekening mee. Ja, maar goed, we zijn toch journalisten. We willen toch dingen aan de kaak stellen. Maar zij zijn rechters. Ja, nou ja. En dat is dus hun belang en hun oordeel. En... ik neem aan dat de Duitse rechters ook niet blind zijn. Dat zij ook weten wat er leeft in de samenleving. Dat ze ook kijken naar hoe het hier in Nederland valt. En het zou toch echt van de gekken zijn als wij daar tot 3 jaar gevangenisstraf... Verwachten jullie eigenlijk politieke steun van Nederlandse politici? Ja, zeker. Emiel Roemer van de SP staat aan onze kant. En ook de VVD staat aan onze kant. De NVJ steunt ons. Het Simon Wiesenthal Centrum in Jeruzalem. Evelien Zuurhoff. Staat achter ons. Ook veel collega-journalisten staan achter ons. Dus dat, ja, daar zijn we heel blij mee. Is het in Duitsland ook een kwestie eigenlijk? In de zin want ik neem aan dat het daar ook tot een verbeelding spreekt. Ja, nou ja, de Nederlandse NVJ is dus ingeschakeld. En zij schakelen hun Duitse partners in. En wij verwachten dus op 9 februari een circus. Want er komen ook heel veel Duitse journalisten op af. En andere Duitsers? Ja. Kijk, waar Heinrich Boeren verschijnt, daar verschijnen ook de mensen van de Akener Kameradschaft. En dat zijn neonazi's. Die komen daar altijd hun sympathie betuigen. Mm-hmm. Ja, daar zitten Jan en ik ook niet op te wachten. Nee, want die doen dat niet met een aardige handdruk en een haai over de bol. Nee, dat wordt waarschijnlijk geen leuke bijeenkomst. Maar goed, we zien het wel. Het is wat het is. Ja, we gaan er zomaar vanuit dat één vandaag, waar jij voor werkt, daar een cameraploeg heeft staan. Zeker, ja, zeker. En ik denk dat de Duitse televisie er ook naartoe gaat. Ja. Goed. Nou, we gaan even één ding. Jullie zijn zo verontwaardigd. Zou je dat niet gedaan hebben? Ik zou precies wat Jelle gedaan heeft, zou ik ook doen. Ik zou alleen, denk ik, achteraf, als ik weet dat het van de Duitse wet niet mag, ook niet verontwaardigd zijn als ik dan een veroordeling aan mijn broek krijg. De vraag is alleen, hoe hoog zal die veroordeling zijn? Nou, maar dit, eerlijk is eerlijk, dit hebben wij ons niet gerealiseerd. Dat ze zover zouden gaan met vervolgen en zo hard erin zouden gaan. Nou, had je niet gerealiseerd, maar als je het wel had geweten, had je het ook gedaan. Hadden we het wel gedaan? Precies. Dus we staan erachter. Daarom. En er is ook geen reden voor om dat niet te doen. Nee.